Ja, goedemiddag mensen. Bedankt voor jullie interesse in de Schiedamse situatie. Mijn naam is Roy Abdulkarim, manager riolering en stedelijk water bij Schiedam, gemeente Schiedam. De bedoeling was eigenlijk dat de presentatie geleid zou worden vandaag door mijn wethouder, mevrouw Van Aken. Die heeft helaas wegens ziekte heeft ze af moeten melden. Daarnaast was er nog een andere presentator namens het bureau Nelen en Schuurman. Ook die heeft zich ziek afgemeld. Dus ik moet gaan improviseren. We gaan er het beste van maken. Samen met Jos Macchiabiani van Sky Geo ga ik jullie meenemen in Schiedam West. Schiedam West, daar hebben we regelmatig te kampen met wateroverlast. Schiedam West is niet zoals bij de alle gemeentes waar het vandaag omdraait, gebouwd op veengrond, maar meer kleiachtig. Ook wat veen ertussen. Maar goed, de setting is er wel degelijk. Dat heeft ook te maken met het feit dat Schiedam West een mix is van woningen op staal gefundeerd, woningen op houten palen gefundeerd, woningen op betonnen palen gefundeerd, woningen met souterrain ruimtes op huiden gefundeerd. Schiedam West zelfs huiden. Schiedam West kenmerkt zich ook in enorme hoogteverschillen. Het varieert van een meter tot circa anderhalve meter. En nogmaals, wij hebben daar heel vaak te maken met, zeker bij hevige regenbuien, 40 mm, 50 mm water op straat komt heel vaak voor. Daarnaast ook grondwateronderlast, maar ook overlast. Met die omstandigheden was het voor ons moeilijk om met name voor de middellange, lange termijn maatregelen in beeld te brengen waar bewoners en ook ons bestuur om vroegen van joh, ga daar eens samen ook met de waterbeheerder, in dit geval Delfland, het Hoogheemraadschap van Delfland aan de slag om te kijken op welke manier je nou dit voor de middellange, langere termijn op zou kunnen lossen. Wij kregen de kans om via de OAS-samenwerking, de regionale samenwerking, gebruik te maken van het innovatieve 3DI-watermodel. En dat heeft ons wel heel veel inzichten gegeven in hoe water oppervlakkig afstroomt over de weg. Meer nog dan traditionele modellen. En dat inzicht hadden we met name nodig om daar toch de goede maatregelen op los te laten. En uiteindelijk zijn we ook met het waterschap gekomen op een set van niet alleen rioolmaatregelen, maar ook watertechnische maatregelen. Dat model heeft ons heel veel inzicht gebracht. Daarnaast hebben we de satellietdata aangekocht om ons ook inzicht te geven. Wat doet nou de setting op middellange, langere termijn? En wat zijn nou de prognoses voor de woningen in dat gebied? Zeker de woningen op houten palen gefundeerd en de woningen op staal gefundeerd. Dat is een beetje het inleidende praatje. Het technisch verhaal, dat zal Jos overnemen. Ik ga je nog wel even een vraag stellen, want er zitten nog plaatjes in. Dank je, Roy. Mijn naam is Jos Macchiabiani. Zoals Roy zei, werk ik bij SkyGeo. Wij meten millimeter precies deformaties vanuit de ruimte. Kom straks nog eventjes terug. Ik ben opgeleid als geotechnisch ingenieur. Maar vandaag ben ik dus Kees Anton van der Dol van Nederland Schuurmans. En ben ik grondwater- en oppervlaktewaterspecialist. Maar ga geen vermoeilijke vragen stellen, want die kan ik waarschijnlijk niet beantwoorden. En we wensen ze natuurlijk van harte beterschap. Roy heeft het eigenlijk net al verteld. Maar Roy, als je nog meer commentaar bij deze specifieke foto's. Van wateroverlast situaties. Het geeft het al aan. Wegen die onder water komen te staan. Mensen die zelfs water in de woningen krijgen. Daar aan de gang gaan om tijdens de gebeurtenis het water uit de woning te halen.
Dit zijn wat beelden waarmee we vanuit dat 3D-model, hè, wat ik net al toelichtte, de pers hebben gehaald. En daar ging het met name om de aanpak. Wat doet Schiedam om dit aan te pakken? Nou ja, goed, de inzet van middels proef van dat 3D-model om inzicht te geven hoe stroomt water nu precies vanuit het rioolstelsel, vanuit het oppervlaktewatersysteem, de wijk in. Wat zijn dan de meest kwetsbare plekken die je dan in beeld gaat krijgen om daar zo effectief mogelijke maatregelen tegenaan te zetten? Wat de opzet voor vanmiddag is een stukje presentatie, maar we beginnen eigenlijk met een wat meer interactief deel, wat wel wordt ingeleid. Het probleem wat Roy heeft geschetst over Schiedam West, het gebied waar het nu om gaat, dat zullen we het gebied eventjes introduceren. Hoe ziet het eruit? Hoe is het nu ingericht? Wat zijn de plaatsen waar nu wateroverlast al ontstaat? Wat zijn echt de knelpunten die opgelost moesten worden? Wat wij dan zullen presenteren aan het eind is welke technieken zijn gebruikt, welke nieuwe technieken zijn gebruikt om tot een antwoord te komen. Een beter antwoord voor hoe Schiedam West in 2050 duurzaam en waterbestendig is ingericht. Maar in de tussentijd gaan we jullie, mensen in de zaal, vragen om jullie eigen ideeën over oplossingen aan te dragen. En hopelijk ook met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor moet u natuurlijk een beetje weten waar we het eigenlijk concreet over hebben. Hoe is Schiedam West? Hoe is het ingericht? Welke grondslag? Welke hoogteverschillen zitten er al in de wijk? Daar hebben we wat sheets van. En ik kan dat toelichting geven. Ja. Nou ja, goed. Hier zie je dan goed een overzicht van dat Schiedam Westgebied. Het is eigenlijk gelegen tussen de havens aan de zuidzijde en A20 aan de bovenzijde. Ja, goed. Volgende sheet. Dit zijn wat plaatjes van de straten in Schiedam-West. En dan zie je ook al goed het hoogteverschil terugkomen van de ene kant van de gevel naar de andere kant van de gevel. Dus dat geeft ook al het stukje zetting weer. Nou, Schiedam-West hebben we niet alleen te maken met hemelwateroverlast. We hebben ook te maken met grondwateroverlast. En met name daar waar nu de blauwe vlekjes staan, daar is de grondwateroverlast het meest actief. En dat is ook het meest diepste gedeelte van Schiedam-West. Eigenlijk praat je hier over een hoogteverschil van deze kant naar die kant tot bijna 1,20 meter. Het rioolstelsel dat is voornamelijk een gemengd stelsel. Wat we zien bij die hevige regenbuien, nogmaals 40 tot 50 millimeter, is dat er heel veel overlast natuurlijk zit in dat meest laaggelegen gebied. Daar verzamelt al het water in één keer op die plek. Het is afvoerputje van Schiedam-West. Schiedam-West kenmerkt zich door een grote overstortbemaling die we daar hebben. Het feit dat we daar ook te maken hebben met heel weinig oppervlaktewatersysteem. Er is ook een bergingsopgave. En dat betekent dat zeker bij die hevige buien we met een gemaal volop gaan spuien richting de Nieuwe Waterweg. En dan praat je over capaciteiten van rond de 2.000 tot 3.000 kuub per uur. Nou, dit is boven de maaiveldligging. En je ziet daar dat hoogteverschillen ook al min of meer terugkomen. Van oost naar west. Dan praat je toch al bijna over een meter, anderhalve meter wat daartussen zit. Nou, hier nog wat cijfers over extreme neerslag die gevallen is. Dat zijn wat. Ja, die waren van de bui van 28 juli 2000, of 2 mei 2012. Ja.
Dus ik hoop dat jullie nu een beetje beeld hebben van het gebied waar we het over hebben. Als er nog hele dringende vragen zijn, dan kunnen die tussendoor nog wel aan Roy gesteld worden. Maar eigenlijk begon nu het onderzoek, namelijk de vraag kwam, wat gaan we daar doen? Welke combinatie van maatregelen worden genomen om Schiedam-West tot in 2050 in te richten op een duurzame wijze? Dus een aantal opties lagen daarvoor, bijvoorbeeld grotere rioolbuizen. Het afkoppelen van het stelsel, misschien innovatieve zaken zoals groene daken. De berging vergroten in het gebied. Eerst nog meer onderzoek doen. Willen we nog meer weten voordat we er eigenlijk iets over kunnen zeggen? Of iets anders? En de werkwijze die we dus willen hebben is dat we hopen op mensen die zeggen van ja, ik zou in ieder geval dit doen. Dit werkt altijd. Of hier heb ik net ontzettend leuke ervaring mee gehad. En nogmaals, aan het einde gaan wij vertellen welke keuze uiteindelijk uit de studie is gekomen. Maar ik zag al één vraag. Even af de mensen die daar vanuit komen. Hoe manifesteert die grond? Hoe manifesteert die grondwateroverlast zich? Is dat in de tuinen, in de kruipruimtes, openbare ruimte? Ja, dat is deels achtertuinen en deels inderdaad kruipruimtes. Maar wat je ook ziet is dat, ik had het net ook over de ligging souterrainwoningen, waar je ziet dat mensen nauwelijks de souterrainruimtes meer van een vloer kunnen voorzien. Omdat die los gaat laten, gaat schimmelen. Dus daar drukt het grondwater al hevig door naar bovenkant vloer. Ja. Ter informatie, hoe zijn die woningen gefundeerd en waarop? Hoe zijn de woningen gefundeerd? Nou, dat is erg versnipperd. Een volledig beeld van die informatie hebben we niet. Of volledig beeld daarvan hebben we niet. Daar gaat Jos straks iets over vertellen. Hoe we toch tot een volledig beeld zijn gekomen. Dat is wel het interessante. Maar dat is erg versnipperd. Deels op huiden gefundeerd. Deels op staal gefundeerd. Deels op houten palen gefundeerd. En we wisten het maar versnipperd. Dus... Ja. Ja, er is een klein stukje oppervlaktewatersysteem dat fluctueert met het peil van de boezem. Dat zit op 42 min, staat me bij. Dus dat verschilt ook naar gelang de hoogte die je hebt natuurlijk in dat gebied. Dat is lager dan het maaiveld, ja. Ja. Meneer. Dat afvoerputje, is dat park? Nee, dat is bewoond gebied. Oké. Okay. Ja. Ja. Het gebied zelf is een dijk eigenlijk. Het is aan de ene kant hebben we de West van Volwassen Dijk. Dat is een zeedijk. En daarnaast hebben we dus het gebied is ook omdijkt. De Westzee, of de zeewaterkering, die ligt aan de havenzijde. Dat is de West-Franklandse dijk. Dat is dus op deltahoogte gebracht. Daarnaast hebben we nog de Vlaardingendijk. Dat is de andere grens van de wijk. Die is de oude zeewaterkering. En daarnaast heb je dus een poldergebied wat nog 2 à 3 meter lager ligt. Hoe groot is het percentage gebouwen met cultuurhistorische waarde? Oeh, dat is een goeie. Dat zou ik zo 1, 2, 3 niet veel weten. Veel of weinig. Ja. Maar volgens Schiedam is inderdaad ongetwijfeld groot. De hele stad wel, ja, dat begrijp ik. Maar met name deze wijk. In die wijk niet zo. Het historisch centrum zit daar iets vandaan. Nee, ja. Dat kent ook zijn eigen problematiek, een soortgelijke problematiek. Dus daar zijn we nu ook mee bezig om dat op te lossen. Geen Rijksmonument? Geen Rijksmonument, nee, niet dat ik weet. Gezien de tijd gaan we toch nog eventjes dat interactieve op gang brengen. Dan komen de vragen misschien onderweg ook nog wel aan bod. Maar, nog de laatste vraag. Nou, de allerlaatste dan. Is er alleen overlast of ook onderlast? Er is ook onderlast, dat klopt. En ik begrijp dat we nu al ook vanuit funderingsherstel bezig zijn om ook daar woningen aan te pakken. Ja. En
het spannende van deze foto vind ik ook, dus dat je ziet, het is niet uniek dat er ook dus in één straat aan de ene kant op staal is gebouwd en aan de andere kant op palen. Oplossingen gevraagd en gezocht. Wie hadden zo'n lijstje? Er zijn natuurlijk wat traditionele zaken die hierop staan, maar bijvoorbeeld ook zaken als groene daken stonden op dat lijstje. Heeft iemand daar nou eens zegt daar van ja, dat moet in ieder geval in het pakket zitten, want dat heeft een grote bijdrage aan de toekomstbestendigbaarheid. Hallo, ik ben Atte Groot van Aquaflow. Ik zou zeggen, kleine buien, daar helpen al die lokale maatregelen voor, groene daken en dergelijke. Maar het echte probleem voor de rioleur is gewoon die piekbelasting. En ik ben steeds meer de mening toegedaan dat het goedkoopste is om gewoon gebieden vol te laten lopen en het liefst zonder schade. Mooie inbreng, lekker scherp. Reacties? Dus eigenlijk pleit u voor zowel verandering van het rioolsysteem als herinrichting van het gebied, waar nodig. Neerslag, bij die extreme neerslag dienen als tijdelijke buffer. Dus grasland kan daar prima voor functioneren. En direct nadat het probleem opgelost is, valt het weer droog. Dus dat is een uitstekende oplossing. Oké, dankjewel. En andere ideeën? Doe maar gewoon een twee keer zo grote rioolbuis. En dan komt het allemaal goed. Nee. Wie? Ja, ik ben Koos Verbeek, voorheen van het Hoogheemraadschap van Dalfland. Maar dat is al een aantal jaren geleden. Maar er zijn natuurlijk nooit één oplossing. Er zijn allemaal verschillende oplossingen. En een van de mensen, je moet groene daken, je moet een grotere rioolbuis, meer afvoer. Maar je moet ook bergen ter plekke, want je weet nooit hoe snel de waterbijvang valt. En je zou hier in dit gebied natuurlijk eigenlijk woningen af moeten breken. Maar je zou ook kunnen voorstellen dat je misschien wel hogere drempels in die woningen moet maken, die je tijdelijk kan neerzetten. Om dat probleem dan ook maar bij hele extreme dan maar even op te vangen. Want woningen afbreken wordt heel erg duur. Dus alle voorzieningen opgeteld, je hebt ze eigenlijk allemaal nodig. Is dat ieders ervaring? Heeft iemand daar een fantastisch voorbeeld van, een recent voorbeeld? Nee, maar ik heb wel nog een vraag. Misschien is het een vraag, misschien is het een oplossing. Ik hoop in ieder geval dat je je water kwijt kan op het laagste gedeelte van de wijk. Want vaak is dat ook het probleem, dat de laagste gedeelte van de wijk als laatste aan de beurt zijn. Oh. Ja. Hey. Ja. Ik heb vorig jaar in de gemeente Loon op Zand, denk je wat. Daar hadden mensen aan de achterzijde van de woning, het laagste deel van het dorp, schotbalken klaar liggen. Van die hardhouten balken om tussen het muurtje van de plantenbakken en het schuurtje dicht te zetten als het water 30 centimeter in de straat stond. En dat is dan voor die ene keer heel effectief. Low tech, high impact. Er stond ook nog een ander puntje op die lijst, van heel andere orde. Er stond meer onderzoek. Nou, dat is lekker breed. Als je zo'n mix van maatregelen zou willen ontwerpen en geld voor meer onderzoek zou geen rol spelen. Welke nieuwe ideeën zijn er dan voor? We laten er straks twee zien. Nou ja, met meer onderzoek is volgens mij meer mogelijk om de verschillende oplossingen op verschillende plekken toe te voegen. Dus als je ergens een bepaalde hoeveelheid water hebt of iets in die richting en je weet er meer van, dan kun je daar specifiek voor die situatie net iets andere toepassing vinden of gebruiken. Heb je een voorbeeld? Nee. Ik zie een andere vinger. Ja, waar misschien ook nog een mogelijkheid ligt, is om je oplossing te zoeken in actief grondwaterbeheer. Met name ook in combinatie met anticiperen op verwachte weersontwikkeling. Er zijn hele geavanceerde weersvoorspellingstechnieken, weersverwachtingstechnieken eigenlijk. Waarmee je toch redelijk met een redelijke kans van zekerheid een neerslagsituatie ziet aankomen. Ook een droogte situatie ziet aankomen. En om daar met actief grondwaterbeheer te zorgen dat je in de grond toch wat meer bergingsruimte creëert. Deze wil ik even terugleggen bij Roy. Zag je ook nog een vraag? Ja, daar gaan we ernaar doen. Wil je een reactie geven?
Wij hebben in de modellen als het ware de grondwatermetingen ook meegenomen. En gekeken, kijkend naar maatregelen, bijvoorbeeld drainagesystemen aanleggend. Wat voor effect dat zou hebben op die grondwateroverlast. Wel rekening houdend natuurlijk ook met het negatieve effect dat als je gaat draineren dat we nog verder de grond in gaat. En zeker wat betreft woningen op staal gefundeerd, houten paal gefundeerd, is dat natuurlijk ook niet wenselijk. Dus daar moesten we wel goed ook kijken naar de negatieve effecten, ook van die maatregel. En dat kon met dat model, het zijn mondjesmaat, wel inzichtelijk gemaakt worden. Wat ik aanvullend nog wil meegeven is dat wij op het punt staan om deze totale wijk de komende jaren gaat op de schop. Dus dat betekent dat we wel ook nu konden investeren in een verbetering van het rioolsysteem. Het moment was nu om daar wel goed na over te denken en dat niet uit te gaan smeren over de komende jaren. Dus we moesten nu wel aan de slag. Nou, geen vraag, maar een opmerking naar aanleiding van jouw vraag, hè, van verschillende maatregelen die er zijn. Ik werk bij het Hoogheemraadschap van Delfland. En als Delfland zijn we betrokken bij het programma Watersensitief Rotterdam. Rotterdam probeert de stad klimaatadaptief de sponswerking te vergroten en doet dat met allerlei verschillende pilots. Dus er worden allerlei dingen eigenlijk uitgeprobeerd. En daar wordt ook samenhang aangebracht in de verschillende oplossingsrichtingen en de volgorde daarvan. Dus ik denk dat we daar ook wat dat betreft heel veel van kunnen leren. Nou weet ik dat de gemeenten Schiedam en Rotterdam intensief samenwerken. Dus ik vermoed dat dat wel goed komt. Maar is er misschien een plek, een website of iets dergelijks waar anderen dit soort informatie kunnen vinden, voor zover je uit je hoofd werkt? Nou, volgens mij gaat Rotterdam daar wel aan werken. Want dat is inderdaad op dit moment nog een beetje een hekelpunt. Dat je eigenlijk als outsider niet zomaar even kan googlen op de website van Rotterdam. Dus dat gaan ze wel opzetten. Nou, dat kan dan vast via het platform Slappe Bodem worden verspreid. Extreme Rainproof. De allerlaatste vraag gevraagd dan, maar daar moeten we echt hebben. Ja, ik wil daar nog even iets aan toevoegen, want ik denk dat als het voorbeeld ook heel mooi op het kennisportaal ruimtelijke adaptatie terecht kunnen komen, of daar al op staan. Dus dat is het verzamelportaal waar al die voorbeelden terugkomen. Ja. Uitkomst uit de zaal, fantastisch. Bedankt voor jullie actieve inbreng. In het project heeft Nederland Schuurmans dus een aantal oplossingsstrategieën onderzocht. De eerste was het inpolderen. Inderdaad, een stuk verdieping en pijlverlaging in een park. En plaatsen van extra gemaal. De oplossing isoleren van een en het onderbemalen. Ik weet niet of jij er nog ietsje meer over kunt vertellen. Dat is met name dus het isoleren van dat meest laaggelegen gedeelte. Waar de meeste overlast ook plaatsvindt van de rest van het stelsel. En gecombineerd met een stukje afkoppeling. Voor het versneld afvoeren van het water naar het oppervlaktewatersysteem. Alleen op het moment dat je gaat afkoppelen, op het moment dat je versneld gaat afvoeren, betekent dat dus wel mogelijk negatief effect ook voor het oppervlaktewatersysteem. En daar hebben we met name samen met Delfland berekend wat zijn dan die negatieve effecten. Dusdanig dat Delfland daar ook zijn maatregelen, en dan denk ik aan vergroten van duikers, kon gaan baseren. Dus we zijn gezamenlijk, hebben we een set van maatregelen, zowel rioleringstechnisch als watersysteemtechnisch, hebben we nu op de plank liggen. Dat is waar het in hoofdzaak qua strategieën op uitkomt. Versneld afvoeren van met name het hooggelegen gedeelte van Schiedam-West. Isoleren van het laaggelegen gedeelte gecombineerd met een stukje afkoppeling. En natuurlijk de maatregelen zoals ik die net noemde in het watersysteem. Ja.
Ja, afkoppelen, scheiden vuile schoonwater in dat laaggelegen gebiedje. Waar we zelf nog aan zitten te denken is het creëren van extra waterberging. Daar waar we op nu bezig zijn, ook met het slopen van panden. Om daar toch te kijken met de nieuwe inbreidingsontwikkeling. Om daar extra berging ook in mee te nemen. Ja, met andere woorden, we gaan daar integraal gaan we daar met dat gebied aan de slag. Niet alleen wegen, ook riolering, ook grondwater, overlast, onderlast. In dat project, waarbij ook ruimtelijke ordening gaat meekijken naar de mogelijkheden voor waterberging. Ook dat is belangrijk, want daar hebben we ook behoefte aan om dat totale pakket daarin mee te nemen. Nou, dat is een beetje het afwegingskader voor onszelf in beeld gebracht. Kijkend naar de strategieën op basis waarvan we de keuze hebben genomen tot die set aan maatregelen zoals ik net in beeld heb gebracht. Bij het doen van die studie is er gebruik gemaakt van twee, of eigenlijk drie, technieken die nog niet zo vaak worden ingezet voor dit soort studies. En die we graag dus even aan jullie willen presenteren. Het eerste is dat er een zeer gedetailleerd stromingsmodel is gemaakt. Op basis van de 3DI-technologie die in een consortium is ontwikkeld door TU Delft, Deltares en Nela Schuurmans. Ik hoop dat ik geen partijen vergeet, want ik zit er zelf niet in. En het is eigenlijk gebaseerd op het feit dat, of een ontwikkeling die ervoor gezorgd heeft, dat die traditionele waterstromingsmodellen, die vrij zwaar rekenden en die daardoor kon je maar grof modelleren, die zijn zo sterk versneld dat je real-time kunt rekenen op een resolutie die het mogelijk maakt om op het hele actueel hoogtebestand, het hele hoogtemodel van Nederland, daarin te stoppen. Dus je kunt de stoepranden tellen weer mee als het gaat om de stroming van het water. Je kunt daardoor ook heel makkelijk, omdat het real-time is, maatregelen inpassen zoals het afdammen, het ophogen, het extra bemalen. En je ziet direct wat het effect is op een strategie. Dus die komt straks nog even een paar keer voorbij. Het andere is dat Schiedam ook een gemeente is waar de grond, de bodem, nogal in beweging is. Er is veel sprake van zetting. Op sommige gebieden echt, ik kan wel zeggen, extreem veel, boven de 15 mm per jaar. En uiteraard is het ook heterogeen. Wat oudere wegen die vaker zijn opgehoogd hebben er misschien wat minder last van dan wat nieuwere wegen. En er is ook nog heterogeniteit in de ondergrond. Om die informatie nou ook mee te nemen en niet met een situatie in 2050 te rekenen die gewoon niet zo goed klopt bij de werkelijkheid, heeft de gemeente Schiedam ook zettingsgegevens aangekocht die in dit geval vanuit satelliet zijn bepaald. Het voordeel van is dat je al meteen de hele stad kunt inmeten, omdat die satellietbeelden zo ongelooflijk groot zijn. En Schiedam-West is de eerste wijk waarbij die data is gebruikt om het model in 3DI ook tijdsafhankelijk te maken. Dus die zetting van die bodem die gaat gewoon door in feite. Dus uiteraard blijft een beleidsstudie, er zijn aannames. Je moet bijvoorbeeld aannemen dat je niet extreem gaat ingrijpen in zo'n wijk en waardoor het hele settingsregime verandert. Maar het is in ieder geval een stuk beter dan dat het zou zijn. Hier dit plaatje hebben we al even gezien. Hè? Dus we hebben hier weer dat afvoer. Putje. Dus gewoon het actueel hoogbestand Nederland. Deze ga ik denk ik overslaan, tenzij jij weet wat het is. En met dat 3DI-model krijg je dus op een enorme resolutie, in dit geval geplot ook op een Google-kaart, te zien wat, hoe water bij een bepaalde piekbelasting, bijvoorbeeld een piekbui, gaat stromen en waar het net wel en waar het net niet komt. En doordat dus de fijnmazigheid van het model zo groot is, kun je er veel beter van zeggen waar en ook wanneer dat water daar dan komt en wat je nog aan kunt doen. Van 2012 en wat we zagen is dat het model heel nauwkeurig in kaart bracht waar ook destijds, en dat wisten we op basis natuurlijk van bewonersmeldingen die we terugkregen, waar ook inderdaad overlast was. Dus het model was al heel goed in staat om de werkelijkheid te benaderen. Ja, ja. 100 mm volgens mij.
En dan zie je bij die 75 tot 100 mm bui dat zo'n beetje heel west onder water staat. Ja. Die vallen ook, ja, dat klopt. Ja, dit is het resultaat 2, 3 mei. Dat is volgens mij die 40 mm bui. En de locaties waar je nu water op straat ziet, die kwamen feilloos overeen met de locaties waar inderdaad ook water op straat gevallen en ook overlast was gemeld. Nou, ja. Ja, dit is de 40 mm. Ja. Dus aan het eind van deze stap was er in feite dus een gecalibreerd model. Dat is eigenlijk ook de situatie. Heel nauwkeurig, real-time en gecalibreerd model. Vervolgens willen we naar 2050 kijken. Dus daarvoor zijn die zettingsmetingen aanvullend gedaan. Daar zit nog een element aan vast wat Roy al eerder heeft gezegd. Hè, dus dat er wel een verdelingskaart was. Die rode panden die staan bekend, die staan op palen. Die blauwe op staal. Soms tegenover elkaar, dezelfde straat. Maar al die grijze panden, daarvan hebben we geen idee. En dat maakt nogal uit voor het nadenken over maatregelen, herstructurering, et cetera. Dus de vraag die eigenlijk aan ons, KGO, was gesteld, was kunnen we daar wat aan doen? Nou, wat wij doen, in het kort. Er cirkelen vele satellieten om de aarde heen. Een aantal daarvan zijn radarsatellieten. En die kunnen wij gebruiken om heel nauwkeurig, millimeter precies, de zetting, deformatie, verplaatsing van objecten of van de grond mee te bepalen. De resolutie waarin het gebeurt in Schiedam is 3x3 meter. En binnen 3x3 meter hebben we dan één punt wat we heel nauwkeurig kunnen volgen. Oftewel, ik kan je voorstellen wat de oppervlakte van een gemeente als Schiedam is. En hoeveel metingen dat oplevert. Nou, het zijn er al snel honderdduizenden tot soms miljoenen als het over een gemeente als Rotterdam gaat. Deze satelliet komt elke 11 dagen voorbij. Dus in plaats van dat je één keer per jaar een keer een waterpassing doet, heb je eigenlijk elke 11 dagen een meetpunt. En als laatste, die beelden zijn heel groot. Dus je hebt met relatief weinig investering heb je meteen je hele gemeente in beeld. Voor de technici in de zaal die toch graag willen weten hoe dat dan kan. Zo nauwkeurig meten, helemaal vanuit de ruimte. 800 kilometer hoogte in dit geval. Dat is omdat wij gebruik maken dat de radargolf die terugkomt, ook dat daar ook de fase van gemeten wordt. Dus de plaats in de golf. Die wordt bijgehouden. Dus als hij nou de eerste keer langskomt, zendt de puls uit, krijgt hij weer een puls terug en dan zit hij bijvoorbeeld hier. De tweede keer komt hij weer langs, zendt hij puls uit, krijgt hij puls terug en dan zit hij misschien hier in de golflengte. En we weten exact hoe lang die golflengte is, dan kunt u zich voorstellen, oké, dan kan je daar dus uit meten. In werkelijkheid zitten daar nog een paar honderd heel ingewikkelde wiskundige stappen tussen, maar dit is het ongeveer. En het resultaat daarvan is dat je in de tijd, en in dit geval elke 30 dagen, maar een satelliet van Schiedam dus elke 11 dagen, een puntje krijgt waar op zich wel nog wat meterruis op zit. Maar je kunt ook direct zien dat die trendnauwkeurigheid heel goed is. Hè? Dus het feit dat die tussen 0 en 100 millimeter is gezakt in 6 jaar tijd, dat is vrij duidelijk te zien. Nou, het resultaat voor de gemeente Schiedam is in dit geval deze puntenwolk, die nog iets is uitgedund, omdat je het anders echt niet meer ziet. Waarbij elk kleurtje eigenlijk aangeeft wat ongeveer de zettingssnelheid per jaar is. Groen, min of meer stabiel. Rood, 10 mm per jaar of meer. En oranje, iets daartussenin. En dit is dan een voorbeeld van zo'n meting. Hè. Dus elke 11 dagen zijn er dus panden bij die omlaag zakken. Staat hij op staal en dan gaat het gelijkmatig, niet zo'n probleem. Maar staat hij op palen, dan wordt het wel spannend. Op basis daarvan hebben we dus in combinatie met het BAG-register een pandenkaart gemaakt. Waarbij je hetzelfde doet, maar dan per pand alle metingen samenvat en een kleur geeft. En die kaart die bleek heel goed te passen op de eerdere kaart die ik liet zien met de verderingstype. Dus de panden die vrijwel stilstaan, dat zijn bijna allemaal panden op palen. Waarbij je dus ook de openbare ruimte ziet met trapjes en drempels. Degene die heel hard naar beneden gaan, dan min of meer egaal. Dat zijn inderdaad panden waarbij je ziet dat de drempels gewoon netjes meegezakt zijn met het straatniveau.
Is het perfect? Nee, want er zijn ook pandopalen die daar bewegen. Harder bewegen dan je zou willen. Dus het is niet een één-op-één relatie. Omgekeerd ook, er zijn ook pandopstaal die eigenlijk niet zo heel veel doen. Fijn voor de bewoners uiteraard. Desondanks heeft dus deze... ik weet niet of die op sheet staat. Ja, desondanks hebben we daarmee dus die pandenkaart flink kunnen aanvullen en kunnen detailleren. Er zijn nog steeds panden waarbij het niet helemaal bekend is. Maar voor maatregelen op gebiedsniveau kun je nu veel, veel beter inschatten wat de gevolgen zullen zijn, waar de knelpunten zullen ontstaan. Nou, uiteraard kunnen we niet alleen naar de panden kijken, maar ook naar het straatniveau daartussenin. Dat is deze kaart, daar zijn de metingen even geïnterpoleerd. Maar daarvan zie je dus weer meteen van, hey, niet de hele wijk Schiedam-West zakt even hard. Er zijn best wel gebieden waar het straatniveau inmiddels redelijk zijn eindzetting heeft bereikt. Maar er zijn ook heel duidelijk plekken waar dat niet zo is. En waar je dus ook qua wateroverlast in de toekomst steeds meer problemen zult gaan krijgen. Nou, daar is deze kaart van Schiedam-West voor 2050 uit afgeleid. Dit is de hoogte, niet in absolute zin, maar ten opzichte van de overstorthoogte. En die rode gebieden, dat zijn dus de rode gebieden waarbij de hoogte ten opzichte van de overstorthoogte al kleiner is dan nul. Oftewel, dat is een probleem. De groene is het meer dan 20 centimeter, meen ik. In ieder geval, genoeg. Er is ook gebruik gemaakt door Nederlands Schuurmans van de waterschadeschatter. Die heeft in feite bepaald wat bij een bepaalde piek, bij een bepaald afvoer- en hemelwateroverlastniveau, wat de schade zal zijn bij de huidige situatie. Daar is dit een plaatje van. Hoe roder de kleur, hoe hoger de schade per vierkante meter. Nou. Als je alleen kijkt naar de verwachte klimaatontwikkeling en die in het model stopt, dan zie je al meteen, als ik even terugga. Ja, dus hier wat schade, hier flinke gebieden met schade. Dus het wordt al flink groter. En als dan de zetting er nog bijgehaald wordt, als je daar rekening mee gaat houden, dan krijg je dit plaatje. Dus alleen nog dit verschil is eigenlijk de winst die je haalt in het maken van een robuust duurzaam beleid. Omdat je die extra informatie gebruikt die beschikbaar is. Daaruit heeft de gemeente een aantal conclusies getrokken en ik hoop, Roy, dat jij dan die conclusies wilt trekken als gemeentepersoon. Ze staan hier al, dus dat is makkelijk. Ja, de conclusie is dat de modellen ons wel gezamenlijk ook meer inzicht gaven richting de oplossingen en met name ook de houdbaarheid van die oplossingen richting natuurlijk de langere termijn, 2050. Moet je daaraan denken, nogmaals, inmiddels hebben we die strategieën opgewerkt tot een pakket aan maatregelen. Niet alleen rioleringstechnisch afkoppelen, isoleren, versneld afvoeren, dus vergroten van buizen in sommige straten, specifiek sommige straten, maar ook het meenemen van maatregelen in het watersysteem. En daarmee hopende Schiedam-West tot zo'n beetje 2050 bestendig te houden. Nog vragen? Een van de plaatjes die spraakmakend zijn voor deze presentatie is die ene straat met aan de ene kant onderheid en de andere kant niet. En, ik heb een aantal oplossingsrichtingen gezien, maar ik heb geen oplossing voor dit probleem gezien. Nee, dit zal ook wel zo blijven. We gaan hier niet slopen. Nee, dat wordt erger. Dat wordt erger, ja goed. En de overlast, met name de wateroverlast, hemelwateroverlast, proberen we dus te reduceren door nu gelijk die ZA-maatregelen mee uit te voeren. Maar komt dan die compartimentering als het ware midden in de straat te liggen? Een soort Belgische constructie, Paarle-Nassau, zo aan de ene kant compartiment A, andere kant compartiment B. Ja, nou, nogmaals, we hopen, want volgens mij is dit ook het gebied waar die isolatie plaatsvindt. En een stukje afkoppeling, dat met die set aan maatregelen de wateroverlast in deze straat beduidend minder wordt. Ja. Ik
ben Hans Binnendorp van het Hoogheemraadschap van Delfland. Mooi verhaal, maar ik wil vooral vragen wat ik niet gehoord heb. Ik heb u eigenlijk niet horen zeggen hoe de bewoners hier nou in participeren. En niet alleen in overleg, want dat heeft u vast gehad. Maar ik had eigenlijk gedacht dat ik vandaag zou horen, nou, heel Schiedam-West krijgt een plat dak, of heel Schiedam-West die krijgt een regenton. Iets van dat soort maatregelen. Tuintjes, steen eruit. Het lijkt erop alsof u toch zegt, wij hebben voor de burgers een pakket gekozen en dit is het. Kunt u daar iets over zeggen? Ik bedoel het een beetje prikkelend. Ja, ik begrijp het. Dit is het, denk ik, het minimale pakket, ondanks de hoge investeringen die we de burgers kunnen bieden. En dat is doelmatig omdat we werk met werk gaan maken. Maar natuurlijk zijn we ook met de burgers een traject ingegaan om te kijken naar het regentonverhaal. Om te kijken naar het weghalen van de stenen in de achtertuinen. Wat bij gaat dragen aan een stukje waterberging. Alleen, ja, het punt is met deze bodemgesteldheid ook in de achtertuinen. Als je het dan hebt ook over infiltratie van hemelwater, dan wordt dat wel een moeilijk verhaal. Dus dan moet je gaan denken ook aan berging. Ja, en dan wordt dat toch iets anders dan simpelweg het tegeltje weghalen en de zaak vergroenen om daarmee water vast te houden. Ook hebben we gekeken wat het effect is van groene daken. He, op het verminderen van de wateroverlast. Dat kan ook met het model. Je kunt als het ware alle daken voorzien van een groen dak om te zien van, hey, heeft dat effect? Dat effect dat was er wel op het moment dat je dat op hele grote schaal ook gaat doen. Dus het heeft geen zin om af en toe een groen dakje te pakken. Dat moet je echt op hele grote schaal te doen. Maar waar het ons ook om ging richting de burgers, en we hebben ze betrokken in bewonersavonden, is ook om een stukje bewustzijn. Hè? Dat wij ermee bezig zijn, maar dat vanuit die gezamenlijke verantwoording hun daar toch ook een aandeel in hebben. En dat uitzicht nu in een soort van werkgroepje, waarbij we een aantal actieve burgers gaan stimuleren om de rest van de wijk toch zover te krijgen om bijvoorbeeld toch iets te gaan doen aan regentonnen. Wel of niet met bijdrage van de gemeente. Maar goed, de eerste stappen zijn wel genomen. Ja. Hoeveel mensen wonen in de wijk en hoeveel mensen kwamen naar die bewonersavonden? Ik ben gewoon dan heel benieuwd hoeveel animo er is. Wij hebben een grote bewonersavond opgezet. Ja. En daar kwam niet zoveel animo. Nee. Vervolgens zijn wij de wijk ingegaan. En dat moet groeien. En dat is ook een stukje mond-op-mond reclame. Dat moet van bewoner op bewoner moet dat overgebracht worden. En daar merk ik zelf dat je wel actieve mensen die zich daarvoor willen inzetten nodig hebt. Ja, en hoe groot is die groep nu geworden? Die groep is nu zo'n 3-4 man groot. Ja. Ja, we moeten wel bijna afronden ook. Ja. Mag jij nog iets? Nee, ik vroeg me af in hoeverre, ook in relatie tot de metingen die u doet, en ook de maatregelen die u van plan bent om te nemen in die wijk, hebben jullie nou al ook een heel pijlbuisnet in die wijk en monitoren jullie de grondwaterstanden ook al heel intensief gedurende lange tijd? Want dat natuurlijk ook in relatie tot die verschillende funderingssituaties. Klopt. Dat klopt. Wij monitoren de grondwaterstanden inderdaad in die wijk. En met name die grondwaterstanden die zijn ook input geweest voor het model. Om daarmee te rekenen en om ook te kijken wat en of er effect is bij het toepassen bijvoorbeeld van drainage. Dus dat is gebeurd. Allerlaatste, want dan is het echt tijd om af te sluiten. Eigenlijk heb ik twee vragen, maar de eerste vraag is van wanneer is de gemeente tevreden met water? En de tweede is, wordt water op straat ook geaccepteerd als een oplossing? Water op straat wordt zeker geaccepteerd als een oplossing, mits dat schoon water is. Hè. Nogmaals, het gaat hier om een gemengd stelsel, oorspronkelijk gemengd stelsel. En dan denk ik water op straat, vuil water op straat, dat niet wenselijk is. Ook niet wenselijk is water in de woningen. Dat is onacceptabel en dat was voor ons ook de maatstaf om hiermee aan de slag te gaan. Want we zagen bij te veel woningen, zagen
niet alleen water naar binnen lopen, maar dat betrof zelfs vuil water. Ja goed, dat is een graadje erger. Ja, het is duidelijk tijd om af te ronden, ja, dus die hint is aangekomen. Als afronding zou ik willen zeggen, hier had dus eigenlijk een andere presentatie, nou dezelfde presentatie, maar die zou waarschijnlijk anders gegeven zijn door degene die de modellering en onderzoek ook echt gedaan had. Ik kan me voorstellen dat jullie daar ook een beetje voor gekomen zijn. Wij kunnen uw naam noteren of uw e-mailadres noteren en u in contact brengen met die persoon als daar nog vragen over zijn of interesse in is. En ik wil zelf persoonlijk nog één uitsmijter meegeven die mezelf na aan het hart ligt. En dat is eigenlijk, ga je met dit soort problemen, eigenlijk met bijna alle problemen die we vandaag horen aan de slag, besteed iets meer geld aan het meten. En dan maakt het mij niet uit of het vanuit een satelliet is of een waterpasinstrument of een pijlbuis of... Maakt niet uit, maar zorg nou dat er ook iets meer data komt, zodat de ingenieursbureaus, de ingenieurs bij u in de organisatie ook echt iets hebben om mee te werken. En daarmee zou ik zeggen, fijne dag verder. Ja.